de voormalige suikerfabriek de Zeeland, waar men op dit ogenblik nog druk mee bezig is, maar waar men alvast het publiek een kijkje gunt om te kunnen beoordelen hoe ver de werkzaamheden zijn gevorderd. En het ziet er wel naar uit dat er vrij veel belangstelling voor zal zijn, want menigeen is hier natuurlijk voorbij dit complex gereden en heeft gezien dat er ontzettend veel werk hier wordt gedaan, maar ja, allemaal aan de buitenkant. En niemand, of bijna niemand dan van het grote publiek, heeft de kans gekregen om binnen te kijken. En dat gaan we nu eens doen straks. Het grote spandoek dat net is opgehangen, dat laat natuurlijk aan duidelijkheid eigenlijk niets te wensen over. En dat laat natuurlijk een beetje zien hoe het er in de toekomst min of meer zal gaan uitzien. Ja, dit gebouw dat stamt nog uit de tijd dat er in West-Brabant nogal wat suikerfabrieken stonden, bietsuiker. Fabrieken, waarbij de bieten, de suikerbieten uit de omgeving, werden verwerkt tot suiker. En die bietsuikerfabrieken die stonden over het algemeen daar waar men beschikte over zoet water. Het is ook zo dat in Zeeland tref je eigenlijk geen suikerfabrieken aan, omdat daar geen zoet water beschikbaar was, behalve dan in Sas van Gent. Maar deze fabriek die bestaat ook niet meer. Zo, ik ben nu binnen het gebouw. Het is nog helemaal leeg en ja, hoog natuurlijk. Het komt imposant over. Dat heb je natuurlijk altijd wanneer je een gebouw binnenkomt. Dan komt pas de grote omvang van het geheel op je over. Er moet nog veel gebeuren natuurlijk. Eigenlijk zien we alleen hier nog maar een karkas. Maar gezien de staat waarin het verkeerde, is het natuurlijk toch al opmerkelijk wat er is gebeurd. Ja, het is natuurlijk industrieel erfgoed zoals men dat noemt en je kunt je daarbij altijd afvragen, ja, is het de moeite waard om het te bewaren? Is het de moeite waard om daar alle kosten aan te besteden die daar bij komen kijken natuurlijk? Ja, dat zal de tijd leren. We kunnen natuurlijk alles afbreken en nieuw bouwen, maar dat is allemaal eenvormig en natuurlijk ook allemaal saai. En dit heeft een historie voor de werkomzoon. En dat is mooi dat dat wordt belaagd. En dat mag een paar centen kosten. En misschien wordt dat allemaal goed gemaakt door de commerciële inkomsten die hieruit voortvloeien. Er is hier ook een soort infomarkt ingericht, waarbij allerlei standjes zijn te zien, waar diverse zaken die betrekking hebben op de Zeeland en alles wat daarmee samenhangt, zichtbaar zijn en waar het publiek kennis van kan nemen. En waarom die 21 suikerfabrieken eigenlijk op een kluitje? Ik zei het al, West-Brabant is suiker en suiker is West-Brabant. 21 suikerfabrieken die in West-Brabant actief waren. Ooit heeft men hier op de muren deze graffiti aangebracht. Wanneer dat is gebeurd, dat weten we niet, maar ze zijn nog steeds aanwezig. Ze zullen wel geen historische waarde hebben en waarschijnlijk in de loop van het proces wel van de muren verdwijnen. Om toch nog een klein beetje het accent op de suiker te leggen, want historie. De grondslag ligt aan dit gebouw. Hebben ze hier een tafel neergezet met diverse producten die allemaal uit suiker worden gemaakt. Natuurlijk onder de
beginnen suiker, maar ook stroop. En ik mis nog wel een aantal andere producten die gebruikt worden in de veevoederindustrie, maar het zal hier niet zo erg van pas komen. Het is wel zo dat nu op dit moment in Nederland nog maar één suikerverwerkende industrie is. We hadden er vroeger twee, de particuliere centrale suikermaatschappij en de Suikerunie, de coöperatieve suikerunie. Maar de particuliere CSM heeft opgehouden te bestaan om suiker te verwerken. Het bedrijf bestaat nog wel en de fabriek van de CSM is ondergebracht binnen de Suikerunie, of ook wel Koosun genoemd. Dat is hier een mooie dia-presentatie van hoe het er straks allemaal uit komt te zien. Ik geloof heel wat. We zullen nog even moeten wachten tot het zover is, maar dan heeft Bergen op Zoom ook wat bijgekregen wat niet iedere stad kan zeggen dat het ook zoiets heeft. Ja, we waren nu in feite alleen nog maar in de grote centrale hal. Maar er zijn hier gebouwen natuurlijk en daar gaan we nu een kijkje nemen. Ja, dit is een zijgebouw van de grote hal. Hier is alles nog in maagdelijke rust. Alles is opgeruimd, de stijgen stalen nog, zoals we zien. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. En dan komen we hier weer in een volgende hal. Nou ja, we hebben ons kennelijk een beetje vergist, want ik denk dat we hier in de echte grote hal komen. Of een van de twee grote hallen, waar op dit moment natuurlijk eigenlijk ook nog heel weinig te zien is. Dan alleen dat er ontzettend hard is gewerkt en dat er nu bepaalde staalconstructies zijn ingebracht. Die de verdeling, denk ik, van het gebouw, van de ruimte straks moeten gaan ondersteunen. GS Staalwerken Groep is hier duidelijk aanwezig en laat dat ook heel goed zien. Je moet allemaal wel heel betrouwbaar en natuurlijk goed in elkaar steken alvorens je met een dergelijk oud gebouw aan de slag kan. Het dak is kennelijk nog in aanbouw. Nou, die doorsteken. Die doorgangen. Ja, maar dat moet eerst moeten nou die muren aan deze staalconstructies, want die kan helemaal omwaaien. Het dak is zo rond, dus er zit geen verband. Dus we gaan de muren hier aan die tweede rij hier zo meteen vastmaken. Kijk, je kan wel zien, we hebben die ankers er al zitten. Oh ja, 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 ja. Zie je? Oh ja. Dus dat niet meer omwaait. Ja, ja. En die zitten er. Buiten is nog het nodige te doen natuurlijk. Show is aanwezig. En zo te zien vindt dat voldoende aftrek hier. Ja, dat is een beetje.
tijd gebruik gemaakt om ook tegelijkertijd een tentoonstelling te houden van foto's gemaakt door kinderen. Waarop men als bezoeker een oordeel kan geven. Zodat degenen die best uit de bus komen daar ook een leuke toepasselijke beloning voor krijgen. De ruimte rond de gebouwen hier is ook nog vrij aanzienlijk. Er wordt nog volop aan gewerkt, zoals we hier kunnen zien. Maar op de achtergrond kijkt de paperbus al net een toe wat alles hier gebeurt volgens de plan. De paperbus zal blij zijn wanneer dit hier is gerealiseerd, want het zal ongetwijfeld extra bezoekers naar de stad brengen die dan zeker daarna nog even verpozen op de grote markt. Het is nu natuurlijk ook op per as, per wagen, vrachtwagen en ook boerenwagens die de suikerbieten hier naartoe brachten. En waar ze, die werden verwerkt tot suiker en siroop en melassen. Ook natuurlijk het gevolg van deze industrie is geweest dat we hier de spiritusfabriek hadden. Want ja, uit de melassen werd de alcohol gewonnen. En zo greep het een in het ander. Hier naast mij is het asiel, dierenasiel. Enkele honden laten zich horen. Zo moet er puin worden geruimd en puin worden gemaakt om weer iets nieuws te kunnen opbouwen. En daarvan zien we hier natuurlijk een mooi voorbeeld. Je raakt toch onder de indruk van de enorme omvang van het complex. Hè? Als je het er voorbij reed vroeger, toen het nog in het onkruid stond, bij wijze van spreken, in de rotzooi, dan had je niet het idee dat je met zo'n groot complex te maken had. Het vergt toch heel wat denkwerk en planning om van iets dergelijks iets rendabels te gaan maken. Ik ben benieuwd hoe dat zich in de verdere toekomst zal ontwikkelen. Maar het staat er en men is begonnen en er is geen weg meer terug. Dus
We gaan zien wat het wordt.